Het is vrijdagmorgen, 9 uur. Ik ben van de week in de rodelbaan. Behoorlijk door mijn rug gegaan. Ik kan bijna niet meer op en neer. Verrek van de rugpijn. Dus ik ga een lekker saunaatje nemen. En daarna heerlijk in het bubbelbad liggen. In de hoop dat het wat minder wordt. En er is nog geen hond, ik ben de enige denk ik. Helaas is de stoomcabine nog defect. Maar dan pakken we gewoon een infrarood. En hier een lekkere whirlpool. En misschien nog wel een zonnebankje ook. We zijn onderweg naar Konz. Dat is het Roosaardehof Freilichtmuseum, oftewel een openluchtmuseum. Ik ben er heel vroeger wel eens geweest. En het is vandaag weer redelijk weer, het zonnetje schijnt zelfs heel vaag. Dus dat is een leuk dagje, een leuk middagje, want het is al middag. Ja, maar eens door te brengen. Zo, het is eerst een tasse café. Doe. Zo, zijn we dan nog even op school. Leitjes in griffels, telraam. Hier nog even aan de andere kant. Ja, dat is wat anders dan een blokfluit, Hans. Die meesters die konden nog eens wat. Ja.
ja, ja. Arme stakkers, heb je altijd gehad. Weet waar je aan begint, jongen. Nou, gaan we eens buiten kijken. Häuser aus dem Hunsrück. Daar gaat het lang. Schoenmaker, blijf bij je leest. Aardappels. Biete ein Biet. Kijk, zand, zeep en soda. Hier zijn we op het postbureau, postkantoor, postambt. Mens, erg hier niet. Oh, dat is de school hier aan de overkant.
ben ik nog niet geweest. Een woonkeuken. En een karnton. Een wasmachine. En hier is dan de schouw. Goedemorgen, smurfjes. Goedemorgen, grote smurf. We beginnen vandaag met het zingen van Psalm 150, alle verzen. Halleluja, alle roem zij uitgesloten. Kijk, kijk, kijk. Hier werd gewekt. Wekflessen, kookketels en daar Keulse potten, zuurkool en snijboontjes. Oh, die komen ze. Ja, ja. Het is maar wat. Kennelijk hebben ze in de tijd ook eieren gewekt. Dat gebeurde dan waarschijnlijk met een eierwekker, inderdaad. Nou, alweer een uurtje of twee rondgelopen. Ik ga maar weer eens richting uitgang. En daar is volgens mij ook nog van alles te zien wat ik nog niet gezien heb. Ik heb al menig appeltje genuttigd onderweg. Ja, daar sta ik dus. Zo. En dan kom ik bij een Romeinse tempel. Het zal wel niet veel zijn, maar ik ga toch even kijken. Die kant op. Ja. De langste en de makkelijkste weg. Of de kortste weg. Voor stoere jongens. Die 50 plus zijn. Die keuze is niet zo moeilijk. Daar gaan we. Ik neem niet aan dat dit de Romeinse tempel is. Dus hier steigen weiter. Die kletteren hoog. Er helemaal in de verte zie ik iets. Dat is nog een eind omhoog. Mag het wel de moeite waard zijn. Als je dacht dat het niet steiler kon, dan kan het nog steeds steiler. Maar hier staat een bordje. En een bankje. Dan zullen we maar geen sigaretje gaan roken. Kijk eens wat een maagdenpalm hier staat. En daar zie ik een Romeinse tempel. Die kant gaat het nog even uit. Voorlopig. Nou, het ziet er naar uit dat dit best wel eens de moeite waard is geweest. Is het tochtje wel waard. Kijk, hier is een paar mooie inktzwammen staan. De Romeinen hadden ook al cola, sprudel,
En kende ook al statiegeld. Er zijn dus drie tempels geweest. Dit is tempel 3. Dit is tempel 2. Kijk maar, ik jok niet. En hier hebben we tempel nummer 3. En misschien wil ik nog eventjes kijken hoe ver of ik gelopen ben. Misschien niet helemaal tot die huizen, maar je ziet wel hoe hoog ik hier zit. Zo. Kijk, kijk, daar staat een blote meneer. Ik zou zeggen Hermes. Met die helm op. Een riolering hadden ze ook al in die tijd, zie je dat? Zo. Nou, gaan we eens kijken wat daar is. Oh, het gaat daar nog verder, zeg. Hede met tijd. Toen ben ik helemaal voor niks naar boven geklommen. Kijk, kijk, de bar. Schatzhaus. Ja, ja. Dat is uiteraard nep. Ik denk trouwens dat het meeste nep is. Dit zal wel echt zijn, maar de rest is gewoon nagebouwd. Ja, ja. Rare jongens, die Romeinen, zou Obelix zeggen. Is dat een poortgebouwtje? Nee. Een wachtgebouwtje. Ook een schatshuis. Oké. Okay. Dat is misschien wel leuk om hier nog eventjes door te kijken. En dan lopen we nog eventjes naar dat andere gebouw toe. En dan heb ik het gezien hier. Ik denk dat het meeste nep is. Maar goed, het geeft een indruk van hoe het was. Nou, dit zullen de stallen zijn geweest. De waterdrinkbak. Zo kinderachtig, je mag niet eens over de muur lopen. Ook de Romeinen moesten naar de wc. Mas und femina. Zullen allemaal al dicht zijn. Ja, zie je wel. Je zal toch moeten, als Romein. Nou, gelukkig hoef ik vanaf nu alleen nog maar naar beneden te wandelen. Dat gaat mij wel lukken. Ik heb hier geen spijt van. Hans, dit was een goed idee van je.
Zo. Dat ging sneller dan omhoog. Op naar de camping en even een bak koffie.